It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal met Chesto. En vandaag heb ik weer een nieuwe commentaar voor jullie. Dus als je dit alvast leuk vindt, laat dan alsjeblieft je blauw duimpje achter. Ik zou het tof vinden als we de 40 likes kunnen halen. En ik wil vandaag met jullie gaan hebben over mijn nieuwe PC die ik voor jullie over één dag heb. Maar als ik dit inspreek over 2 dagen heb. Maar eerst over de achtergrond gameplay. Ik speel hier een potje Domination op de map. Nuketown 2025 Black Ops 2 natuurlijk. Met de Diamonds Car H. En dat komt omdat ik eindelijk mijn oude account terug heb. Dat is OMG Chester met 2 O's. Daar kan ik niemand op toevoegen. Simpelweg omdat het gewoon mijn privé account is. Als jij XOMG Chester toevoegt, vind ik dat prima. Daar accepteer ik gewoon mensen op. Dat wordt mijn fan account. En dat vind ik genoeg over de gameplay. De gameplay is heel kort omdat het potje er op een gegeven moment uitvloog. En het lekt ook af en toe, blijft het hele potje hangen. Dus dat heb ik weggeknipt. Maar waar ik het met jullie vandaag over wil hebben, zei ik net natuurlijk al, mijn nieuwe PC. Want, ja, ik krijg over 1 dag mijn nieuwe PC. Hij staat hier natuurlijk al naast me, maar hij wordt gebouwd. Dus dat houdt in dat de hele dag ben ik niet bereikbaar. Misschien via Twitter even voor updates, voor foto's en alles. Want, dit was fucking awesome jongens. Ik heb echt gewoon een bakbeest van een PC. Specificaties zullen maandag om 8 uur in de setup video staan. Sorry, ik moet even hoesten. En, ja, ik heb natuurlijk echt gewoon freaking, want ik heb echt freaking veel zin in mijn PC. Want ik heb ook al met Tim, oftewel Tim en Place afgesproken dat wij gewoon zombies op gaan nemen. Het maakt niet uit hoe lang dat wordt, want ik knip het dan gewoon in stukjes, laten we zeggen, van aflevering van 15 minuten, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus dan komt er elke dag een extra video, laten we zeggen, om 3 uur, waarbij ik dan die video, hoe zeg je dat, dan per week upload, laat me zeggen. Dus dat het niet in één keer een uur is. Zodat jullie niet gelijk een uur lang fucking naar een beeldscherm zitten te staren, laat me zeggen. Dus gewoon afleveringen van 10 tot 12 minuten of zo. Dat lijkt me wel leuk. En ja, ik kan ook veel meer gaan doen qua games op de PC. Ik ben van plan ook CSGO te gaan uploaden als jullie dat leuk vinden. Wat kan ik nog meer uploaden? Garry's Mod op mijn tweede kanaal. Er komt veel meer op mijn tweede kanaal wat met PC gaming te maken heeft. Vandaar dat ik ook even niet op mijn tweede kanaal upload. Simpelweg omdat ik even met mijn PC dingen bezig ben. Ik ben mijn hele kamer aan het verbouwen op dit moment. Want alles moet los. Echt alles waar ik nu zit te gamen, laat maar zeggen, moet weg. Want daar ga ik alle draden opruimen. Want achter mijn bureau is nou echt een pesso kwadraten. En dat wil ik dus mooi weg gaan werken nadat mijn nieuwe PC er staat. Dus moet ik mijn PlayStation loskoppelen, mijn PlayStation 3. Mijn laptop, nou die gaat toch even weg. Die gaat toch even ergens onder mijn bureau staan. Totdat ik op vakantie ga of naar vrienden ga bijvoorbeeld waar ik kan editen. Mijn bankje die hier al staat, die blijft wel staan, want die hoef ik niet weg te halen. Dan komt de tweede bankje bij. En dat is een grotere bankje, terwijl ik dacht dat ik dezelfde ging krijgen. Dus dat is alleen maar mooi meegenomen. Simpelweg omdat ik een fucking groot PC-beeld heb. Echt allerlei sikke dingen. Ik heb 2 terabyte. Dus ik kan zelfs een 24 uur livestream kan ik opslaan op mijn computer. Dus dat is natuurlijk fucking awesome. Als ik ooit nog ga livestreamen, ben ik wel van plan om in de zomervakantie te doen. Alleen weet ik nog niet of het 24 uur gaat worden. En weet je dat, ik moet heel even hoesten. Zo. Ik moet alleen nog even kijken hoe mijn internet het trekt. Dat soort dingen allemaal. En voor de rest hoop ik natuurlijk ook gewoon dat die PC super goed gaat werken. Een goede vriend van mijn vader die in de ICT zit, die gaan we in elkaar zetten. Dus dat komt gewoon, ja, gewoon goed, weet je. Dus ik ga er niet zelf aan lopen klooien. Mijn thumbnails kan ik ook nog gewoon nog steeds blijven maken. Want ik heb natuurlijk gewoon nog steeds Photoshop. En renderen kan ook gewoon nog lukken, hoop ik. Want ik heb van iemand heb ik weer Vegas gekregen. Dus dat is natuurlijk wel mooi. En ja, wat ik natuurlijk nog niet heb verteld over de achtergrond gameplay is dat ik op dit account ook master precies ben geworden. En ik was eerst 10e precies level 50 of zo kom ik, of level 50, level 45. En ik moet nog 5 levels voor level 50. En die heb ik toen even uitgespeeld en toen ben ik precies master geworden. Dus daar ben ik fucking blij mee. Maar dus dat jullie weten dat ik op dit account
Niemand add, alleen echt goede vrienden zoals ja, Tim bijvoorbeeld en Rubens en Sam. Dat soort mensen add ik dus op dit account. En meer zou het ook niet worden. Dus XOMG-Chester wordt mijn fanaccount. En ja, verder is heb ik niet heel veel meer te vertellen. Zoals jullie natuurlijk weten, maandag komt dan een setup video online. Dan kan ik die maandagochtend relaxed opnemen. Dan kan ik hem die dag al bewerken lekker op mijn laptop. Want dat moet op mijn laptop, op mijn pc moet ik zeggen. Dat gaat natuurlijk ook super snel, want we hadden al uitgerekend dat een video van een uur render ik in ongeveer 10 minuten tot 20, of 10 tot 15 minuten. En een video van anderhalf uur in 10 tot 20 minuten. Maar de gameplay zit er alweer bijna op. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Het was een korte video. Ja, dus komt natuurlijk zo snel mogelijk dan die setup video online. Dus mocht je genoten hebben, laat je blauw duimpje omhoog achter. Ik hoop jullie ook te gaan zien bij een van de volgende video's. En dan gaan er ook gewoon nog online komen. En ja jongens, zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer jongens. Later.